In deze video gaan we een knikkerbaan bekijken en dat ga ik doen om eigenlijk drie verschillende dingen aan jullie te laten zien. Ten eerste gaan we het hebben over energieën en het opstellen van een energiebalans. Daarnaast gaan we ook in detail kijken naar middelpuntzoekende kracht en wat er allemaal bij komt kijken. En tenslotte gaan we hier een vergelijking afleiden. Dat is ook een basisvaardigheid die je toch wel moet beheersen, dat je in bepaalde situaties kunt inzien waarom een vergelijking. Tussen verschillende grootheden is zoals die is. Ik heb even heel simpel een knikkerbaan getekend. Knikkertje linksboven in de knikkerbaan. Wat ik dadelijk ga doen is die knikker loslaten. Die gaat naar beneden rollen. En natuurlijk weten we dat al. Als die knikker beneden is aangekomen. Zal het een snelheid hebben gekregen. En het zal met een bepaalde snelheid die looping ingaan. En als die snelheid hoog genoeg is. Dan kan die knikker ook boven in de looping komen. Dan zal de snelheid lager zijn geworden. Want hij remt af. Uh, terwijl hij naar boven gaat. En die knikker zal ook weer uh, snelheid meekrijgen wanneer hij naar beneden rolt. En met een uh, bepaalde snelheid komt hij uh, de looping weer uit. Nou, in de rest van het verhaal gaan we even niet kijken naar wrijvingskrachten, want die zouden het een stuk uh, ingewikkelder maken. Maar uh, ik wil uh, van deze looping eigenlijk het volgende weten: hoe groot moet h, de hoogte h, de beginhoogte nu minimaal zijn voor die knikker? Wil die knikker die looping kunnen maken? En dan moet ik natuurlijk ook iets zeggen over die looping. En die looping die heeft een uh, straal R gekregen. Zoals je ook in de tekening ziet. Als je hier nu heel snel een antwoord op zou moeten geven. Dan zou je misschien zeggen. Ja op het moment dat die knikker boven in die looping is gekomen. Dan uh, zal de snelheid van die knikker wel 0 zijn. Want uh, dat is de laagste snelheid die die knikker immers kan hebben. He, dus de knikker begint met de snelheid 0. En boven in de looping heeft die knikker ook een snelheid 0. Maar dan zitten we wel met het probleem. Want als die knikker boven in de looping zit met een snelheid die bijna nul is, er werkt namelijk natuurlijk wel een kracht op die knikker. En dat is de zwaartekracht. Dus die knikker wordt naar beneden getrokken. En de zwaartekracht is de enige kracht op die knikker. Dus die knikker die komt los van de looping en valt naar beneden. Nou, dat wil je nu natuurlijk niet, want de vraag was de minimale hoogte waarbij die knikker precies wel een rondje maakt door die looping. Ja, en als die knikker een rondje maakt door de looping, dan hebben we te maken met een cirkelbeweging. Niet helemaal eenpaardig, want de snelheid is overal wel anders, maar het is een cirkelbeweging. En eh, daarvoor geldt ook wanneer die knikker helemaal boven in de looping is, eh, dat die knikker een cirkelbeweging zal maken wanneer er geldt dat er sprake is van een middelpuntzoekende kracht. En die middelpuntzoekende kracht is altijd de optelling van alle krachten die op die knikker werken. Nou, ik heb hier een versimpelde situatie. Op het moment dat die knikker net dreigt los te komen van de looping zelf, is er maar één kracht die op de knikker werkt en dat is de zwaartekracht. Dus wij kunnen concluderen dat wil dit gebeuren, wil die knikker mooi die looping gaan uh, nemen, dan zal uh, voor de situatie dat die knikker helemaal bovenin zit moeten gelden dat de zwaartekracht gelijk is aan de middelpuntzoekende kracht. Dat is de kleinste snelheid waarmee die knikker nog net die looping zal kunnen maken. Van allebei de vergelijkingen of allebei de formules kan ik een vergelijking opstellen. En dan ziet het er zo uit. MLG is MV kwadraat gedeeld door R. En dit kan ik vereenvoudigen in twee stapjes. Uh, ik kan eventjes uh, de emmertjes links en rechts wegstrepen. En vervolgens de wortel van alles nemen. En dan krijg ik het volgende. Dat de snelheid van die knikker niet 0 uh, mag zijn. Maar die moet een bepaalde minimumsnelheid hebben. Die moet namelijk gelijk zijn aan de wortel van g maal r. Nou, dan gaan we even terug naar de situatie. De snelheid bovenin is dus niet 0. Nee, de snelheid bovenin van die knikker moet zijn de wortel van g maal r. Dus de knikker moet echt nog wel een snelheid hebben. Nu we dit weten, kunnen we eens gaan kijken of we kunnen bepalen hoe groot dan die hoogte H moet zijn. Wil die knikker nog net die looping kunnen maken. En dat doen we door een energiebalans op te stellen. En wat je eigenlijk altijd doet bij een energiebalans, is dat je twee situaties met elkaar gaat vergelijken. Ik heb ze ook gewoon 1 en 2 genoemd. En situatie 1 is dat ik de knikker loslaat op een hoogte H. En situatie 2 is dat die knikker, want dat is echt wel um, belangrijk: dat die knikker daar goed doorheen komt, dat die knikker boven in de looping zit. En daar een minimale snelheid heeft. De volgende stap van het maken van de energiebalans is dat je jezelf afvraagt: ja, met welke energie of energieën hebben we hier te maken? Uh, dat is redelijk eenvoudig. We hebben hier te maken met uh, energie of hoogteenergie en met kinetische energie. En het, in situatie 1 is het zelfs nog eenvoudiger, want omdat de knikker daar nog geen snelheid heeft, heeft het alleen uh, een zwaarteenergie. In situatie 2 heeft de knikker en hoogte en snelheid. Dus als ik de energiebalans uitwerk voor deze situatie, dan krijg ik de volgende: De zwaarteenergie in 1 moet even groot zijn als de zwaarteenergie plus de kinetische energie in situatie 2. Nu gaan we eens kijken of we ook deze weer kunnen gaan invullen. Voor zwaarteenergie heb ik natuurlijk een formule. Ja, in de situatie 1 weet ik de hoogte, want die heb ik h genoemd. Alleen in situatie 2 zou je misschien zeggen. Ik weet de hoogte niet van die knikker als je aan het hoogste punt van uh, de looping zit. Maar als je even goed kijkt, ja, de hoogste punt van die looping, dan heeft hij natuurlijk een hoogte van twee keer de straal ten opzichte van de onderkant van de looping. Dus ook in situatie 2 weet ik de hoogte. Nou, dan kan ik dus beide zwaarte energieën gaan invullen. Krijg ik de volgende vergelijking. m mal g mal h is twee keer m mal g mal r plus ja, de kinetische energie die de knikker boven heeft. Daar moeten we nog eventjes goed naar kijken. Voor de kinetische energie heb ik natuurlijk de volgende algemene vergelijking. Half mal m mal v in het kwadraat. Maar ik weet hier mijn minimumsnelheid v, die is gelijk aan de wortel van g mal r. En als ik dat in ga vullen bij de uh, vergelijking uh, onderin, ja, uh, v kwadraat wordt dan niets anders dan g mal r. Dus ik kan hem vereenvoudigen, ik kan hem invullen en dan krijg ik dat de kinetische energie van de knikker in situatie 2 gelijk is aan een half mal m Mal G, mal R. Dit ga ik eens even bij elkaar vegen. Dat ga ik uh, in mijn energiebalans erbij zetten. En dan wordt het dus de volgende vergelijking. Nu kun je, als je goed kijkt, zie je dat je de emmetjes weg kunt strepen. Dus de massa van de knikker is helemaal niet belangrijk. De G's kunnen we ook wegstrepen. Uh, dus blijkbaar uh, werkt het even goed op de maan als op uh, de aarde. En wat hou ik dan over? Dan hou ik de volgende vergelijking over. De hoogte. De beginhoogte van mijn knikker moet gelijk zijn aan 2,5 keer de straal van de looping waar ik de knikker doorheen wil laten lopen.